Bouw digitaal platform RGB in volle gang. De bouw van een digitaal platform voor het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is in volle gang. Het proces voor de aanvraag van grond zal bij de volledige ingebruikname van dit platform digitaal plaatsvinden. Gardelito Hewaki, e-government coördinator, geeft tijdens het televisieprogramma Opinie aan dat met deze stap het proces overzichtelijk en transparant zal zijn. Het streven is om in juli 2019 dit project, dat onderdeel is van het e-government-programma, op te leveren. Hewaki zegt dat stukken op een oneerlijke manier werden afgehandeld. Er werden daarbij landsadministratienummers, LAD, die eerst behandeld worden bij de aanvraag, lage nummers, verkocht aan vrienden. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.